morgen stemmen? Ja. Ja, ik ga wel stemmen. Maar voor de rest moet je daar niet te veel van verwachten. Het wordt weer het gewoon hetzelfde liedje. In een ander jasje. Als je niet gaat stemmen, hebben je niks te zeggen ook. Dan kun je geen commentaar leveren. Gaat u morgen stemmen? Zeker. En weet u ook wat een strategische stem is? Nee. Nou, eerlijk gezegd niet. Ik weet wat mensen ermee bedoelen, ja. Nou, dat je bijvoorbeeld op PvdA stemt omdat je denkt dat een kleine partij het niet gaat redden in de regering. Dus dan ga je strategisch stemmen op een grote partij waar je eigenlijk niet op wil stemmen. Om maar een tegenwicht te bieden tegen Wilders of VVD of whatever. Nou, strategisch stemmen houdt eigenlijk in dat je niet vanuit jouw idealisme stemt, maar eigenlijk dat je een strategische keuze maakt. Dus op het moment dat een partij heel erg groot gaat worden en je hebt zoiets van, nou, liever niet, dan ga je een partij zoeken die dicht bij jouw idealen staat of waar je zoiets hebt van, nou, die zou een betere oplossing kunnen zijn. En daar ga je expres op stemmen, zodat de andere partij niet het grootste wordt. Wat vind je daarvan, van strategisch stemmen? Niet doen. Niet doen. Ik ga niet strategisch stemmen. Ik ga mijn kleine partij stemmen. Ik zit er zelf ook nu een beetje over na te denken. Want je wil natuurlijk wel iemand die een beetje gelijk denkt zoals jij die aan de macht komt. Dus eigenlijk begrijp ik het wel. Maar ik vind ook wel dat je je eigen standpunt een beetje moet houden. Want ja, als ze niet kunnen regeren, je wil toch dat jouw partij kan gaan regeren en voor jouw belangen opkomt. Ja, dat is eigen keuze. Maar dat is de realiteit momenteel natuurlijk. Hè? Ik vind het niet zo strategisch. Klinkt een beetje stom. Maar ik ga zelf stemmen voor mijn idealen, waar ik achter sta. Waarom wordt hier zoveel over gesproken, deze verkiezingen, over strategisch stemmen? Ja, dat komt vooral omdat er vier partijen in de peilingen heel erg dicht op elkaar zitten. En als je kijkt, dat zijn drie toch wel wat rechtse partijen en één linkse partij. Degene die een rechtse partij niet aan de macht willen komen, die zullen expres op een linkse partij stemmen. Om juist te proberen om de verkiezingen op die fiets te beïnvloeden dat een linkse coalitie of een linkse partij sneller aan de macht kan komen. Ik ga wel stemmen. Ik vind het belangrijk omdat je moet toch wel je mening uiten om zeg maar, je land zeg maar, te krijgen waar je wil eigenlijk. Ik ga morgen stemmen, mijn bus laten. Oh, nou, succes! Doei doei!